Welkom bij deze nieuwe video. Jongens, ik heb mijn haren gestyled. Wat vinden we ervan? Ik heb mijn haren ook weer zwart gemaakt, zoals ik altijd doe. En altijd wanneer ik mijn haren net zwart heb gemaakt, maak ik stijl. Want dan vind ik het zo heel mooi, zo zwart stijlhaar. En dan na een week heb ik weer mijn krullen terug. En dan heb ik weer maandenlang krullen. Dus zeldzaam moment vandaag. Maar ik vind het wel leuk. Mijn haar is echt zo lang geworden. Oh my gosh, I love it. Maar in ieder geval, jullie hebben niet op deze video geklikt om te kijken naar mijn haar. Maar om te kijken naar dit nieuwe paletje van Huda Beauty. In mijn laatste pakketjes unboxing video hebben jullie massaal aangegeven dat jullie een fully dedicated video willen zien over dit paletje. Ik was al wel van plan, maar ik dacht ja, als jullie het niet per se willen, ga ik het ook niet doen. Maar echt, ik kreeg volgens mij de meeste aanvragen over dit paletje, terwijl ik in de video een heleboel producten heb unboxed en wel alles vroeg of jullie het willen zien. En ik kreeg vooral te horen hoe dat Beauty oogschaduw palet verdient echt zijn eigen video. En ik ben het ermee eens, want als ik er naar kijk, vind ik het echt prachtig. Dus daarom was ik het ook al van plan. Ik heb me ook al helemaal opgemaakt, zoals je kunt zien. En ik ga een hele mooie ooglook maken met dit paletje. En jongens, het ziet er echt fantastisch uit. Ik heb het dus ontvangen in PR. Godzijdank niet voor hoeven te betalen. Dus scheelt me weer wat geld. Maar ik ga jullie dus vandaag laten zien of het jullie geld waard is of niet. Want het is niet heel goedkoop. En ja, ik ben gewoon benieuwd of de kwaliteit net zo goed gaat zijn als al haar andere grote paletjes. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Een eerste indruk video. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, jongens, ik ben zo enthousiast. Huda Beauty heeft altijd de beste producten. En een van de beste producten van hun vind ik altijd hun grote oogschaduwpaletjes. Nou jongens, dit is dan een prachtige gouden buitenste verpakking. Het Huda Beauty Empowered Eyeshadow Palette. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Zo met haar rogen erop en dan in het grote Empowered. En dit is dan de inhoud. 18 hooggepigmenteerde en veelzijdige oogschaduwtinten. Matte hybrid gel eyeliners, metallic en shimmers. Nou, dit paletje ziet er echt weer fantastisch uit, jongens. Haar grote paletjes zijn altijd zo goed. Ik heb ook toevallig hier nog haar Rose Quartz paletje staan. Deze was ook echt amazing. Heb ik ook een hele video over gemaakt en heel vaak gebruikt. Zoals je kunt zien, hij is een beetje viezig. Ik heb hem nog laatst gebruikt. Deze was ook echt geweldig. En ik heb hier achter mij staat mijn hele oogschaduwpaletten la, waar al mijn oogschaduwpaletten in zitten. En hier op mijn bureau heb ik er 4 staan die ik het meeste gebruik. En daarvan is dus deze 1 van. Dus dan weet je echt zeker dat ik hem echt vaak gebruik. Dus misschien komt deze ook gewoon daar buiten staan. Want qua kleuren is het echt helemaal mijn ding. Oké, laten we het gewoon openmaken. Echt heel mooi goud. I love it. Gewoon haar cliché verpakking. Nothing special about that. Maar deze inhoud, jongens, wauw. In eerste oogopslag had ik iets van ja, kleuren, bruin en goud. Het is niet echt wauw. Bruin en goud zijn niet echt per se kleuren waarvan je denkt wauw, dit is echt super uniek. Maar dit paletje heeft zeker wel een aantal unieke dingen. En dat is sowieso de kwaliteit. Ik zie het alweer. Ik weet, ik ben echt bevooroordeeld, maar ik weet nu al dat het gaat goed zijn. Want haar oogschaduwformules zijn altijd zo ontzettend goed. En als ik al kijk naar deze kleuren bijvoorbeeld, heel heftig. Ik heb ze nog niet geswatcht, maar ze zien er echt prachtig uit. Hier heb ik ook 2 cream kleuren, zwart en bruin, voor een gel eyeliner of wat dan ook. En deze beetje hybride kleur, het is een beetje een soort van glossy kleur. En die geeft een heel mooi glossy effect aan je ogen. Dus je hebt echt een heleboel verschillende formules. En dat vind ik ook top. In haar paletten, je krijgt altijd echt van alles. Dus ondanks dat de kleuren misschien niet per se uniek zijn, vind ik het paletje alsnog uniek door alle verschillende dingen wat erin zitten. Ook deze swirl kleur is heel apart. Alleen die hebben we al wel vaker gezien in haar paletjes. Dus dat vind ik altijd heel leuk aan haar paletjes, is dat er altijd wel unieke dingen in zitten. En ik kan niet wachten om vooral deze kleur te swatchen. Oh my god, deze is zo heftig. Kijk even dit. Oh, ze voelen ook lekker zacht aan. Ik ga ook wat matte kleuren swatchen. Kijk even dit. Ja, jongens, ik wist het gewoon al, hè. Ik ben ook heel benieuwd naar deze kleur. Ja, het is echt zo glossy. Oh, nou verpest ik hem helemaal. Dat is wel jammer, maar whatever. Ja, dit is dus zo'n gloss. Oeh, ook een hele mooie kleur. Jongens, dit ziet er echt prachtig uit. Kijk even dit. En ze voelen zo fijn aan, zo zacht. Jongens, ik weet het gewoon nu al. Ik moet het nog gaan aanbrengen, maar ik weet het nu al. Dit gaat goed zijn en dit gaat echt een van mijn go-to paletjes zijn. Vooral ook om de kleuren. Want 2 kleuren die ik qua make-up altijd aanbreng is bruin en goud. Dat is echt mijn go-to look als ik naar een feestje ga of gewoon iets ga doen. Dus daarom lijkt het paletje vooral voor mij echt perfect. En de kwaliteit, de swatches waren al heel goed. Dus ik ben heel benieuwd naar op mijn ogen. Het enige wat ik altijd minder vind bij hun zijn hun kleine oogschaduwpaletjes. Die zijn altijd slecht. Het is gewoon alsof die helemaal anders worden gemaakt ofzo. I'm not sure. Maar deze grote paletjes, die zijn vaak altijd wel heel goed bij hun. Ik heb nog geen enkel groot paletje gehad van hun die ik niet goed vond. Dus ja, kijk even dit echt.
I cannot wait. Oké, we gaan hiermee een hele mooie look creëren op de ogen. Ik denk dat ik gewoon echt ga voor bruin en goud. Dat is gewoon echt dit paletje. Dus laten we inzoomen. Nou, we zijn lekker ingezoomd op mijn gezicht. We kunnen gaan beginnen. Op de Huda Beauty Instagram staan ook een heleboel andere prachtige looks. Zie je dit allemaal gemaakt met dat paletje? Mocht je wat meer inspiratie willen vinden. Oké, let's do it. We gaan een hele mooie glam draagbare look maken. Echt een look die ik zelf persoonlijk zou dragen naar buiten. Dus daar ga ik vandaag een beetje voor. Oeh, ook echt heel veel goede matte kleuren. Ik ga beginnen met deze bruine matte kleur hier. Die heet Keep Going. En met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast ga ik die aanbrengen in mijn hele arcaarboog. En dit paletje heet dus de Empowered Palette. En het gaat dus allemaal over strong women. Dus hoe je echt de power aan jezelf kunt geven. Deze kleur gaat in mijn hele arcaarboog. Oeh, mooie kleur al gelijk. I like it. Perfect voor mijn huidskleur. Het blendt ook echt super makkelijk uit. Ik heb like een seconde geblend en het is al mooi eigenlijk. Dan ga ik in met deze iets donkere matte kleur. Die heet Legacy. En die gaat ook in mijn arcaarboog om het allemaal iets donkerder te maken. En ik blijf een beetje onder die vorige kleur. Je moet ook opletten dat je niet te veel pakt. Want het is echt super goed gepigmenteerd. Dus dat is fijn. Je hoeft ook niet eens veel te gebruiken. Dus dit paletje gaat echt 20 jaar mee of zo. Niet dat je zo lang moet doen met een paletje. Want dat is niet echt hygiënisch. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Wauw jongens, deze swirl kleur is ook echt heel mooi. Het zijn letterlijk zo twee kleuren die door elkaar gemixt zijn. Zien we dit? Als ik mijn vingers zo draai, zie je zo twee verschillende kleuren. Dat is ook wel echt heel uniek. Ik zal even swatchen. Kijk even deze kleur ook hoe mooi. Love it. Dan pak ik deze donkere kleur hier, die heet Confident. Oké, dan ga ik dus nu in met die donkere kleur Confident. En dat moet je ook echt zijn om zo'n donkere kleur aan te brengen. Dus begin rustig, breng niet te veel aan in één keer. En deze gaat zo vooral in de buitenste hoek. Er is ook helemaal geen fallout. Er valt echt helemaal niks op mijn gezicht. Maar met matte kleuren is dat ook niet altijd per se een ding. Maar vaak is dat met glanzende kleuren wel het geval. Maar dat gaan we zo meteen zien. En dan ga ik al deze matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. I love it. Oké, nou gaan we spelen met de glanzende kleuren. Normaal zou ik gewoon nou één glanzende kleur aanbrengen en klaar. Maar omdat ik toch een beetje ook de verschillende kleuren wil testen, ga ik een aantal kleuren op elkaar aanbrengen. En ik hoop dat het goed gaat. En ik ga beginnen met de glossy kleur. Dus deze kleur hier, die heet Manifested. Ik ben gewoon echt heel benieuwd naar dat effect. En dan daarna ga ik nog wat andere kleuren erop aanbrengen. Oeh, heel mooi wel. Het is niet heel glossy, maar wel een klein beetje. Oeh, kijk hoe mooi deze kleur is. Het heeft een hele mooie neutrale ondertoon. Dus het gaat matchen met echt elke andere kleur in je kleding of wat dan ook, of je haarkleur. Het is niet super glossy. Het voelt wel creamy en glossy aan, maar het is niet alsof nou je hele oogbal glanst of zo. Dat vind ik op zich wel fijn. Ik ben niet een hele grote fan van de glossy look. Dat is wel top. Dit is de perfecte balans. Ook is dit echt de kleur die ik met mijn vinger zou aanbrengen en niet met een kwast. Sommige soorten formules pakken gewoon niet goed op met een kwast. En dat vind ik ook altijd met dit soort creamy glossy formules. Maar ik moet zeggen dat ik glanzende kleuren bijna altijd met mijn vinger aanbreng. Omdat gewoon de vinger altijd beter aanbrengt. En de kleur wat heftiger eruit springt. En dat vind ik altijd heel mooi. Het droogt ook echt op. Ja, niet mijn fave formule, maar ja, wel iets unieks. En dan ga ik nu de kleur aanbrengen die ik eigenlijk echt wilde aanbrengen. En dat is deze heftige gouden kleur hier. Die heet Limitless. Oeh, het lijkt gewoon een beetje op folie of zo. Zien we dit? Super mooi. En ik denk dat dit ook heel mooi gaat aanbrengen zo op die glossy basis. Kijk even hoe heftig. Het is nog heftiger in het echt dan op beeld. Konden jullie het maar zien en ook voelen vooral. Het voelt echt heerlijk aan. Heel zacht. Echt als folie. Dit is echt niet normaal. Kijk even dit jongens. Dit is toch niet normaal. Heb je ooit zoiets heftigs gezien? Alsof ik letterlijk folie, aluminiumfolie in het goud op mijn ooglid plak. En ik hou van heftig, dat weten jullie. Vooral als ik zo mijn best doe, wil ik ook echt dat het lekker goed en heftig uitspringt. Echt heel mooi. Ook zo als ik mijn hoofd draai zo in het licht. Ik ben in shock. Het is nog beter dan dat ik had verwacht. En dan pak ik weer een beetje die donkere matte kleur. En dan ga ik die weer hier een beetje inblenden met die gouden kleur. Maar jongens, dit is wel echt wowie. Kijk hoe mooi. Ik ben echt zo'n golden goddess. I love it. Dan pak ik nog deze lichte glanskleur hier. Die heet Bold Moves. En ik hoop dat die een beetje licht genoeg gaat zijn. Want die wil ik een heel klein beetje zo aanbrengen hier in de binnenste ooghoeken. Oh ja, heel mooi. Ook weer super heftig. Maar ik breng echt maar een heel klein beetje aan. Dan ga ik in met deze zwarte cream. En dan ga ik een hele mooie wing aanbrengen.
Oké, de wing is aangebracht. Heel erg mooi. Hij is heel fijn om mee te werken. De enige kritiek die ik heb is dat het had wel iets zwarter gekund. Zoals je kunt zien is het niet super zwart. Een beetje aan de wat lichtere, een beetje grijs-zwarte kant. Maar het is zeker wel oké. En ook heel handig. Want ja, vooral voor op reis of zo, als je niks bij hebt, dan heb je gelijk oogschaduw en een eyeliner in één. Dus dat is wel handig. En je hebt twee kleuren. Ik heb dus hier de zwarte kleur. En je hebt hier de iets lichtere kleur ook. Een beetje een bruinige paarse kleur. Zie je dat? Die is ook een cream. Dus je hebt zelfs veel opties. Dus al met al is hij wel fijn, alleen het had iets zwarter gekund. Maar jongens, dit is het dan. Dit is de uiteindelijke look. Kijk even hoe mooi. Het is echt wowie. En ook echt geen fallout. Ik zie hier een klein beetje fallout, maar het is zo minimaal. Het is niet eens te zien eigenlijk. Ik vind het echt prachtig. Ik ga even mijn ogen afmaken, wimpers en zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Kijk deze ooglook, jongens. Is het niet echt prachtig? De wimpers die ik op heb zijn Lily Lashes in de stijl Miami. Super duper mooi. Iets waar ik dus letterlijk net ben achtergekomen. Toevallig, ik heb het gezien op de Huda Beauty Instagram. Is dat deze verpakking letterlijk een QR-code heeft. Hier zit een QR-code die je gewoon kunt scannen. Dit is het Empowered paletje. Dus Huda wil vrouwen helpen met whatever er ook aan de hand is. Met hun bedrijfje of whatever. Dus ze wil een aantal meiden laten winnen. En dan krijg je one-on-one time met haar. En dan gaat ze jou adviseren. Business advice, life advice, kan van alles zijn. En je kunt dus meedoen als je dit paletje hebt. Wat je dus doet is dat je gewoon zo de QR-code scant. Kijk, zien we dit? Je ziet dan zo het linkje hier verschijnen. En dan kom je dus op de website waar je je hiervoor kunt aanmelden. En ze gaat volgens mij 3 meiden laten winnen. En 16 januari is de uitslag. Dus dat is wel heel leuk. Dan heb je er ook iets aan. En dan heb je gewoon one-on-one time met haar. En dan kan ze jou gewoon helpen met whatever you want. Dus dat is wel iets leuks. Dat wist ik niet. Dus godzijdank heb ik dat toevallig gezien. En ik zie hier ook dat het hierachter gewoon staat. Dus ja, ik heb gewoon niet goed opgelet. Maar heel leuk. Ook dat is echt iets super unieks. Dat heb ik nog nooit gezien. Oké, dan als laatste de lippen. Ik zou normaal gaan voor een nude lipje. Maar ik vind misschien donkerrood ook leuk. Want dat matcht een beetje met de vibe van mijn jurkje. Kijk, een beetje zo'n kleur of zo. Ik denk dat ik weer gewoon ga voor mijn fave Clarins lipolie in de kleur 03. En dan deze Huda Beauty Lippels en Loodje lipcontour in de kleur Fixin. Zo'n mooie combo. I love it. En dan is de look af, jongens. Nou, mensen, stiekem wist ik het al, maar dit paletje wordt mijn fave. Is al mijn fave. En hij gaat zeker hier op mijn bureau. Dit is echt een paletje die ik elke dag zou gebruiken. Je kunt ook alleen ingaan met de matte kleuren om een meer everyday look te maken. Of zo'n heftige look als die ik vandaag heb gemaakt. Een echte glam look voor in het weekend. Als je naar een feestje gaat of uitgaat of whatever. Dit is echt, echt een goed paletje. Ook een uniek paletje. Hij kost wel wat. Maar ik persoonlijk zou hem gewoon halen. Als ik hem niet had gehad, zou ik hem gewoon hebben gehaald. En ik zou absoluut niet vinden dat ik mijn geld heb verspild. Dus ik vind het echt een goed paletje. I love it. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik raad hem ook zeker aan als je hem wilt. Ik zal een linkje zetten beneden in de beschrijving. Deze look is echt prachtig. Als je nog meer looks zou willen zien met het paletje van mij, dan laat het me weten. Dan zal ik die zeker maken of hier of op mijn Instagram. Maar voor nu is het dus gewoon dit. Een hele mooie gouden look. Echt jongens, ik ben obsessed. Ik ga vandaag nergens heen, maar ja, helaas. Misschien moet ik gewoon even iets gaan plannen vandaag. Maar goed, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Let me know wat jullie vonden van het paletje beneden in de reacties. En laat me ook weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!